Welkom bij een nieuwe aflevering van Los Actueel van vrijdag 5 februari. De buurweg langs de Maas bij het wooncomplex Casa Montana blijft open. De eigenaar van de grond waarover de buurweg loopt, heeft aangedrongen tot sluiting van deze weg. De afsluiting zou de privacy van de bewoners van het complex bevorderen. Echter, burgemeester en wethouders van de gemeente Stijn hebben na inwinnen van juridisch advies besloten de weg open te houden. De buurweg wordt doorgaans gebruikt door wandelaars, recreanten en sportvissers en afsluiting zou afbreuk doen aan de belangen van deze gebruikers. Een voorstel de weg op gedeelte van de dag af te sluiten vindt het college ook geen optie. De proef met gratis Stijner Bos abonnement voor de jeugd van Stijn staat op losse schroeven, maar kan in 2016 een vervolg krijgen. Dit blijkt uit het voorstel dat de burgemeester en wethouder naar de raad heeft gestuurd. Dit voorstel zal in de raadsvergadering van 18 februari worden behandeld. Het gaat om een neutraal voorstel. Dat wil zeggen dat het college zelf geen voorkeur uitspreekt, stoppen of doorgaan. Voor de proef die in 2014 startte, is ook dit jaar 80.000 euro in de begroting opgenomen. De proef zou 2 jaar duren. De politiek heeft aangegeven dat de proef al in het eerste jaar als mislukt wordt beschouwd. De gratis verstrekking van 2083 abonnementen heeft niet geleid tot meer betaalde abonnementen en een hogere omzet van de horeca in het park. De directie van het Stijner Bos heeft laten weten de proef te evalueren en ook maatregelen te willen treffen tegen eventuele entreefraude. Door de toezegging van de provincie om mee te betalen, is de herinrichting van stationsgebied Beek-Elsloo dichterbij gekomen. Het voorlopig ontwerp voorziet in de aanleg van parkeerplaatsen en fietsenstallingsvoorzieningen. Ook wordt de ontsluiting van het station richting Stijn verbeterd. Tevens krijgt de spoorwegovergang aandacht. De gehele verkeerssituatie moet veiliger worden gemaakt. Op dit moment zijn de perrons voor de reizigers uit Stijn alleen via de spoorovergang bereikbaar. Op 3 februari hebben de kinderen van groep 1 tot en met groep 8 van de basisschool De Polster met elkaar gewerkt onder het mom Samen doen, samen vieren. Tijdens deze knutselochtend was het thema Houthakkers verboden. Al jaren heeft kunst- en cultuureducatie een prominente plek binnen de basisschool De Polster in Elsloo. Men is op zoek gegaan naar een manier om cultuureducatie te integreren tijdens het reguliere programma. Hiervoor denkt men meer variatie in werkvormen te kunnen bieden en tegemoet te komen aan de diverse leerstijlen van kinderen en hun vaardigheden. Door het volgen van workshops hebben leerkrachten teamtraining gekregen op het gebied van drama en woordenschat. Het project SceneLab wordt nu na 1 jaar afgesloten en men gaat de resultaten evalueren. Na de carnaval zal een uitgebreide reportage van het gebeuren worden uitgezonden. De voor deze maand aangekondigde sloop van het voormalige postkantoor aan de Stationstraat in Elsloo wordt uitgesteld. De eigenaar van het bouwvallige complex wil op deze plek 1 woning en appartementen bouwen. In verband met stijgende aannemerskosten gaat hij nog niet over tot sloop. Omwonenden dringen al jaren aan op sloop vanwege de desolate aanblik en omdat het overwoekerende terrein de bron van een rattenplaag zou zijn. We houden u op de hoogte. Zoals het er nu naar uitziet, wordt het te hoge asfalt in Catsop in maart aangepakt. Dit heeft college laten weten aan raadslid Chantal Meijers van CMB. Zij trok enige tijd geleden aan de bel over de gevaarlijke situatie ten gevolge van de aangebrachte nieuwe asfaltlaag. Deze laag bleek hoger te zijn dan de goten en opritten. Dit heeft geleid tot een verwonding van een voetganger.
De aannemer heeft met de gemeente afgesproken dat de vergoeding aan de gemeente zal worden terugbetaald en zelf de kosten voor herstel voor haar rekening neemt. Via een puntentabel wordt bepaald of een aanvraag voor de kap van bomen in behandeling wordt genomen. De puntentelling is opgenomen in de beleidsregel behoud van gemeentelijke bomen. De gemeente wil op deze manier klagende bewoners duidelijkheid geven. Regelmatig ontvangt de gemeente verzoeken van burgers of organisaties om bomen te vellen die hinder veroorzaken. Het college heeft een matrix opgesteld waarin het aangegeven probleem wordt getoetst. Klachten van bomen die de veiligheid in het geding brengen, worden altijd behandeld. Over het besluit te kappen zal altijd met de omwonenden overlegd worden gepleegd. Stijn beschouwt zichzelf als een groene gemeente en wil dit zo houden. Voor meer informatie kijkt u op de site van de gemeente. Dit was een aflevering van Los Actueel van vrijdag 5 februari. Dank voor uw aandacht en tot een volgende keer.